Ja, dan zijn ze aan het bouwen met de hele familie. Ja, dat zie je in België ook hoor. Daar zitten de 3 generaties een huis te bouwen. Want daar mag je zelf gaan bouwen. Maar dan moet je wel een belasting betalen over het geschatte aantal uren dat je aan je huis gewerkt hebt. En zo halen ze hun belasting binnen. Het is toch een heel ander probleem. Ja, dat is vreemd hè, dat het daar zoveel sneeuw ligt en daar bijna niks. Het zal een ander soort grond zijn ook.